Ondernemersvereniging Kesteren vindt dat er haast gemaakt moet worden met de verbreding van de Rijnbrug tussen Rena en Kesteren. Maar er moet nog steeds een stikstofoplossing worden gevonden om de verbreding van de brug mogelijk te maken. Want de verbreding van de Rijnbrug zorgt voor extra uitstoot van stikstof, waar maatregelen voor nodig zijn. Zowel het Rijk als de provincies Gelderland en Utrecht willen dat de verbreding, die 141 miljoen gaat kosten, snel wordt gerealiseerd. Ik ben zelfs, eh, zelf ervaringsdeskundige. Ik moest voor mijn werk altijd eh, naar Amersfoort toe en elke dag op die Rijnbrug heen en terug. En dat betekent file. Klaas Ruitenberg weet er dus alles van. Twaalf jaar geleden kaartte hij het probleem al aan, als statenlid. Maar inmiddels zit hij in een ander bankje, die van de gedeputeerden. Dat zijn eigenlijk een beetje de wethouders van de provincie. En één keer raden waar hij nu over gaat: de Rijnbrug. Een van mijn speerpunten is om toch. Die Rijnbrug tot goed uh, vervolg te brengen. En ja, ik heb al met, uh, met de buurman gedeputeerde uit Utrecht afgesproken dat we pogen om uh, in ieder geval samen het lintje door te knippen. Maar er is wel een probleem: stikstof. En daar moet nog een oplossing voor worden gevonden. En dat terwijl ondernemers in de regio niet langer kunnen wachten. Wij worden zeer moedeloos. Niet alleen ik, maar de hele omgeving. Onze, onze woonplaats Kester heeft hier gewoon heel veel last van in zowel de leefbaarheid als de economie. Het project is van Gelderland en Utrecht. En Utrecht zegt dat het stikstofprobleem ervoor zorgt dat de verbreding voor onbepaalde tijd is uitgesteld. In Gelderland zijn ze een stuk positiever. Die onbepaalde tijd, dan moet je niet in hele lange termijn denken. Maar ik denk dat het binnen een paar maanden opgelost is. Dus dan kunnen we gewoon weer verder. En de opgelopen vertraging hoopt Gelderland in te kunnen lopen. In kersteren hopen ze maar dat het er nu echt van komt. Dat lintje dat moet een keer worden doorgeknipt, dat u betreft. Die moet een keer doorgeknipt worden door beide gedeputeerden van Utrecht en van Gelderland.